bijna gefixt. Jij weet het nog niet? Kom even zitten. Ik vind het verschrikkelijk om je dit te vertellen. Maar jij moet het weten. Misschien kan je het dan maar beter van mij horen. Het gaat over Sascha's dood. Linda heeft het me net verteld. Rover zat achter het stuur toen Sascha in de caravan zat. Ik weet het. Sjoerd heeft alles verteld. Maar hoe lang weet je het er nou? Jij staat daar een lamp te repareren. Ja, ik kan nu toch niks voor ze doen? Ik hoop maar gewoon dat ze Sjoerd snel vrijlaten. En de rest. Ze hebben genoeg doorgemaakt. Dat is waar jij nu aan denkt. Hoe het met hen gaat. Lieverd, dat is echt geen normale reactie, hoor. Ik wist niet dat daar regels voor waren. Maar het moet voor jou toch ook een hele schok geweest zijn? Ja, dat was het ook. Maar het was geen opzet. Ik heb het ze vergeven, alle vijf. Dat zou Sascha ook hebben gewild. Ja. Maar jij mag je emoties niet wegdrukken. Ja, dat doe ik helemaal niet. Jij moet toch ook verdriet hebben? Je verraden voelen, machteloos en woedend. Die gevoelens mag je naar jezelf toe niet ontkennen. Ik ontken het helemaal niet. Ik wil gewoon dat het ophoudt. Dan kunnen we allemaal verder.